Baby girl, je moet stretchen. Ik kan het voor jou. Yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Stretchen Met. Vandaag gaan we stretchen met Kevin Tano. Je weet hoe die dingen doen. Ik heb pijn. Vandaag gaan we trainen met Kevin Tano en Arsenio. Arsenio, wat gaan we vandaag doen? Wat we vandaag gaan doen, we beginnen sowieso met de warming-up. Ja. Ik doe altijd de warming-up met laddertjes. En daarna gaan we leuke dingen doen. Los man, je hebt het gehoord, hè? Let's get it. Als ik bij CTO speelde, was ik sneller dan hem. Het kan zijn dat hij sneller is, maar het is gewoon progress. Snap je wat ik bedoel? Kijk of je nog te snel bent. Ben mijn paar jongens on a race, we zoeken DJ. Ben mijn paar jongens on a race, we zoeken DJ. Je zit daar! Maar dat is snel! Maar dat zijn. Ga niet veel praten, man. Stress gewoon bij. Ik ga gewoon mis bij die eerste bar. Investeer, double of all, pak die shit, het gaat de weg op. Investeer, double of all, pak die shit, het gaat de weg op. Ben mijn paar jongens op een race, we zoeken DJs. Ik laat ze vliegen overseas, ik noem het Beatrix. Heb een hechte band met mijn plug. Als we linken, weet je ouwe dag. Heb een mannetje die houdt van whips. En hoort die geen laag voor z'n dag. Ik kan het zo voor je brengen. Ik kan het ook voor je mengen. We zijn dagenlang aan het rennen. Kan niet wachten op een bang. Tegenwoordig zijn mijn avies zo, ze bangen op een nigga als een nigga fuck. In de vroege ochtend sta ik op. Ik moet die money stretchen voor een nigga shop. Al mijn mannen zijn op June. Ze weten wat ze moeten doen. Als het heet wordt, ga ik gone. Ben alleen met biggie ballers in de room. En met paar jongens on the race, hoe zoek je DJ? Oké, mensen, dit is de laatste challenge. Iedereen doet ook, mensen hebben mij ook uitgedaagd om mee te doen. Het is gewoon 5 ballen mag iedereen schieten. Kijk, hoe de wind zo waait, toch? Dan kan je ook onder de keeper doorschieten. Dat doen we gewoon 1 puntje. Onder is beide 5, links en rechts onder is 5. Rechts boven 15, links boven is 20. Money. Amount. Ik doe die dingen voor mijn land. Piling, I be piling. Jullie weten al wat ik want. Al mijn niggas zijn wavy. Money pakken doe ik daily. Al mijn bitches zijn bad. Ze willen Chanel bags, Chanel bags, Chanel bags. We rocken submarines, Hulkbusters, zoveel class. Brood is alles of niets. Plus ik kan niet in de min. Mina like how you think. Ben met paar jongens on a race, we zoeken DJ. Met mijn paar jongens on a race, we zoeken DJ. Investeer, double of all, pak die shit, het gaat de weg op. Investeer, double of all, pak die shit, het gaat de weg op. Ben met paar jongens op een race, we zoeken DJ's. Ik laat ze vliegen overseas, ik noem het DJ's. Stress is, je weet hoe die dingen doen, man. Zo'n maat, zeg bam. Broer, je zit er daar. Broer, dat is mijn laatste bal. Broer, ik ga gewoon niet doen. Ja, dat is echt bedoeling. Oh. Ja. Hoeveel billen krijg ik? Eentje. Die billen laten branden, vriend. Jullie willen me schetsen. Die billen gaan branden vanaf. We willen nog goede ballen. Vanaf waar? Vanaf waar? Die knie hier. Dus je gaat niet meer terugkomen. Je hebt verloren, mijn vriend. Je moet gaan staan, toch? Je moet komen, broer. Je moet komen. Pak je wel. Maak je niet druk. De jongen is gewoon weggegaan.
Hij is gewoon van doorgegaan. Dus wat gaan we doen dan? Gaan we gewoon alles opruimen? Ja, gaan we gewoon opruimen. Drie minuten, klaar. Leg even uit voor mijn kijkers, waar je op dit moment. Ik voetbal momenteel in Finland. Hoogste niveau, PS Kemi. En is nice man, het is koud land, maar het is nice man. Je moet even langskomen op wintersport dan of zo. Ja man, ik zeg eerlijk. Stretchen met op die koude appel daar zo. Ja. Hoe noem je dat? Appel toch? Je speelde ook in Nederland toch? Ja, ik heb in Nederland gevoetbald bij Volendam. Daarna ben ik naar Adel Den Haag gegaan. Huurd geweest aan Dordrecht. Ja, dat waren de clubs die ik in Nederland heb. En weet je wat ik merk? Ik merk dat je alle talent hebt en zo. Maar er zijn mannen die nepper dan jou zijn en die nu op die platform spelen waar jij hoort te spelen. Wat vind je daarvan? Hoe vind je dat? Nou, ik wil niet zeggen dat ze nepper zijn, maar misschien... Ik vind ze nepper. Ik snap wat je bedoelt, maar ja, soms is het gewoon omstandigheden. Soms duurt het wat langer en ja, talent is ook niet alles, toch? Mm. En op een gegeven moment moet je gaan inzien dat je ook moet hard werken, dat je ook geluk nodig hebt. En, ja, van alles man. Ja, het balletje moet gewoon rollen. Ja, man. Ik denk dat je hetzelfde met je carrière hebt. Ik sowieso man. Ik maak wel een beetje hetzelfde mee. Ik ben ook lang bezig. We zijn samen begonnen broer. Toen je ADO speelde, kijk het met Tano dingen. Klopt man, klopt. Maar nou weet het, dit is Tano voor de mensen die niet wisten. In die lines van vroeger, je weet zelf man. Ja. FIFA of pro? FIFA man. NBA of soccer? Soccer man. Burger King of McDonald's? Of KFC? Die drie? Ja. KFC. Kaal of afro? Afro. Geen kale dingen meer. Je kan nog altijd kaal gaan als je afro hebt. Oké, dat is wel. Mercedes of BMW? Mercedes. Ik ga nu even Arsenal erbij roepen van Creative Soccer Academy. Die man heeft ons helemaal brokken gemaakt. Yeah. Ja toch? Waar kunnen de kijkers op followen en zo? Kijkers kunnen me vinden op mijn Instagram. Dat is gewoon Creative Soccer Academy. Op Facebook exact hetzelfde. En mijn website staat hier onderin. Check me en Ja, toch. Bedankt dat je bij me wilt trainen. Als je fit wil worden met voetbal, kom naar deze man. Zelfs als je niet voetbal. Als je fit wil worden, kom naar deze man. Ja, als je kleine hebt, peutertjes, willen trainen, alles kan bro. Yes. Kom Baby girl, je moet zo stretchen. Ik kan het voor jou.